Hoe kandidaat Mirjam haar BB Vol Liefde avontuur aanpakt, daar klinkt nu toch steeds meer kritiek op. Volgens veel kijkers stelt ze zich niet volledig kwetsbaar op en vindt ze bij elke man die tot nu toe langskwam in Zuid-Afrika wel meerdere dingen die haar niet zinnen. Oud-deelnemer Anne Verklei uit nu ook kritiek op de safari-bazin, die ze een zijksnoer noemt. Veronica Superguide spreekt elke week met Anne Verklei, die vorig jaar voor kandidaat Walter meedeed aan BB Vol Liefde. Samen met haar partner Jan nemen we elke week de nieuwste bb-ontwikkelingen door. In de terugblik van vorige week spreekt Anne zich uit over Mirjam. Want hoewel ze haar bevindingen altijd positief wil insteken, moet haar toch iets kritisch van het hart over de situatie in Zuid-Afrika. Het zit Mirjam tot nu toe niet mee met haar liefdesavontuur in Bb Vol Liefde. Geen enkele man wist haar hart te bereiken. Nu ook muzikant Rick is weggestuurd en de flirterige David iets te veel in Mirjam's aura zit. De oud-kandidaat vindt dat ze zich ook niet eerlijk opstelt tegen haar dates. Het lijkt wel alsof ze altijd iets wil hebben om over te kunnen zeuren aan ons kijkers. Als je vindt dat David te dichtbij komt met dat geflirt, dan zeg je dat tegen hem en is alle kou uit de lucht. Maar op deze manier is het spijkers op laag water zoeken. Op deze manier zoekt ze naar de uitgang, vindt Anne. Al is heeft haar partner Jan ook een puntje van kritiek voor David. Nu moet ik zeggen dat zijn gefleurt wel lijkt op een soort trucje. Dat hij bij elke vrouw zou kunnen doen, dus niet speciaal voor Mirjam. Hoe oprecht is het als dat in je hele handelen zit? Al met al wordt het voor Mirjam nog lastig om de liefde te vinden, als ze zich niet kwetsbaar opstelt naar de mannen, besluit Anne.